Goed luistert, hoor je behalve het geluid in de camper van Adelheid hier naast ons de beek kruisen. Daar zijn we vandaan gekomen, het is 7:15 woensdagochtend. Wil weer vroeg zijn, want voor deze wandeling was weinig parkeerplaats. Als het Joris, dat weggetje gaat aflopen, die heuvels in. Daarachter liggen steile exemplaren. Ik kom straks over die topjes terug sjouwen. En hier voor ons zien we de weg naar Talbert. En daar ga ik dus straks heen. Zo, iets meer dan 3 kwartier onderweg en hier boven het stuwmeertje bereikt. Ik heb toch nog gezelschap. Een schaap, het stuurdammetje. En dan rijden we langzaam het dal in waar ik uit ben komen lopen. Dat is vrij makkelijk inlopen. 4 kilometer. Achter het meertje, maar links daarvan. Daar zie je dus de zee. Daar ergens in de buurt zit Adelheid. Dit dal ben ik omhoog komen lopen. En straks ga ik daar over de horizon van links naar rechts door beeld. En hier hebben we dan het begin van wat ze zo mooi noemen het stalkerspad. Maar we zullen zien hoe makkelijk het loopt. Bialag, dus dat is God van me. Zo, bijna boven op Doelenval. Even terugkijken waar ik vandaan ben gekomen. Kijk, daar is weer het stokkerspad. Ik werd trouwens net achterop gelopen nog door een echtpaar. Ik zat daar te pauzeren. Even mijn jas uit te laten wapperen. Sigaretje genomen. En toen ik weer om me hing, toen kwamen ze tegemoet. Zij gingen dat pad verder af. Ik ben hier deze grashelling omhoog gelopen. Het is nog een klein stukje, maar... Ach, en dan zit ik bovenop mijn huppeltje. En dan kan ik met de ridge walk beginnen. Naar rechts. Ja. Hier dus op de top van het eerste puntje. Ik geloof dat je daar een zee kan zien en heel in de verte daarachter ook North Uist. Die is
zal een paar meter 630 meter hoog zijn. Daar ga ik dadelijk heen lopen. En wat we daar in de verte zien is de hoogste berg van Harris, van de hele Hebrides. Dat is dan dus een corbet. Ik meen 800 en nog wat meter. Eens kijken of ik daar van de week aan toe kom. Hier kijken we meer naar het noorden, in de richting van Lewis. En we gaan weer verder. Zo, ik ben boven. Ik ben daar vandaan gekomen. Daar op die graskluit daar beneden, dat was mijn eerste 400 en nog wat meters. Ik sta nu ongeveer op 659 meter bovenop de Uladail. Je kan verdomd ver kijken. Hier hebben we de hoogste bergen van Harris, Paul Fulens. Daar aan de horizon. Maar heel in de verte, dat is Sky. En we kijken nu in de richting van Tabert. Dan kijk ik even heel dichtbij. Hoe doen we dat? Hier is de kern van de Uladail. En dat wordt het leuke werk. Lekker de ridge afhobbelen. En die is nog een beetje hoger. Naam even vergeten. Daar beneden is de baai. Dat eiland daar op de voorgrond, dat is Tarrantzee. En kijk, daar ergens zit Adelheid. Vlak aan een baai bij zee, achter die logs, samen met Joris. Misschien dat ik er op de volgende beeld kan zien. Ik heb het laatste stuk echt heerlijk die blokken opgelopen. Ging heel soepel. Toch lekker een paar keer gestopt om twee keer een selfie te maken. Nou, en verder, nu de ridge walk. Nou, de val waar ik zojuist af ben gekomen. Ik sta nu op de ridge. Die twee logs zijn op elkaar duidelijk te vinden. Naam niet eens en niet uit te spreken. Ja, het is zo mooi. Ik denk, ik neem hier nog even een filmpje van de ridge. Daar aan de overkant, echt op de horizon, de bergen van Sky. Ik loop dadelijk verder die kant op, die bulten op. Je ziet er ook nog een rotsformatie. Nou, dat wordt even een heel klein beetje scramblen. En daar helemaal beneden. Ja, daar staat Joris ergens. Oké, daarop heb ik zo straks mijn pauze gehouden. Je ziet daar ook de ridge die ik afgelopen ben. Ja, en dan is dit de top van, hoe heet die ook alweer? De hoogste berg van vandaag in elk geval. Overigens staat de kern. Of dat hem nou is. Of die waar ik mezelf zo net bij gefotografeerd heb, nou de hoogste is. De kern staat dus volgens mij niet op de hoogste plek. Maar ja. Uitzicht is geweldig. Daar, exact midden in beeld, dat is het grote eiland, dat is Tarrantzee. Er ligt een bult achter, al lijkt een los eiland, met een stuk geel strand. Dat is de hoek van het eiland Harris. Snel even. Daar, kijk je in de richting van Tabert, berg aan de horizon, dat is Sky. En dan gaan we eens kijken of Arnhem.
Als ik er is. Ja, verdomme. Ik ben van mijn geloof. Om eens een wit vlekje te zien. Helemaal beneden. Vlak bij de zee. Bij een log. Dat is adelheid. Tot straks. Kijk eens aan, vlak voor het laatste topje, toch nog een leuk stukje klauteren, scrambelen, stijlwandje. Jammer dat ik niet kan klimmen en filmen tegelijkertijd. Nou, ik zal daar ook wel even een stukje laten zien als ik er bovenop ben. Een stukje dichterbij dus. Tot zo. Ja, daar dus vandaan gekomen. Hier naar beneden. En nu deken dit bandje op, maar... Ach, dat valt weer tegen zich. Het is nou eens klauteren. Ik zal laten zien. Eerst even het uitzicht naar de hoogste berg. Nou, hier is het bandje dus waar ik op sta. Maar er is een soort pad. Dus... Ach, niet klimmen vandaag. Zo, laatste topje van vandaag. Vraag me niet hoe die heet. Wel ondertussen bijna 1000 hoogtemeters achter de rug. En kijk eens, dat is de richting van Tabert. We kijken nu naar Tarnzee. En op de voorgrond, voor dat eilandje, vlak voor de kust, zie je dat gevist wordt. En daar ergens, ja, net buiten beeld, dat is het einddoel van vandaag. En ik ga nu lekker de heuvel af rollen naar beneden toe. Mooie dag gehad.